Hola, buenos días. Wij zijn Dimitri en Jeroen van Vamos en vandaag zijn we in het kleurrijke Villajoyosa. Villajoyosa is gelegen net ten zuiden van Benidorm en op slechts een half uur rijden van de luchthaven van Alicante. Wij nemen jullie vandaag mee naar enkele heel leuke plekjes van dit prachtige dorp. Als we onze klanten vragen wat willen jullie graag doen in Spanje, dan staat wandelen stevast in de top 3. In Villajoyosa kan je prachtige wandelingen maken. Bijvoorbeeld langs de boulevard en het zandstrand van maar liefst 3,5 kilometer. Of in het park La Mayadeta. Maar ook hier, net ten noorden van het dorpje, aan de baai van Alon. Hier is een uitgestippelde wandeling, helemaal totaal La Cala de Finestrat. En de combinatie van de rotsen en de vele inhammen met de felblauwe kleur van de zee, je waant je even in Ibiza. Het is werkelijk een van de mooiste wandelingen van de hele Costa Blanca. Een van de belangrijkste kenmerken van Villajoyosa is zijn casco antiguo of het oude dorpscentrum. Je kan er gezellig rondwandelen door de fijne, kleurrijke straatjes of genieten op het dorpspleit van een lekkere aperitief. In het centrum heb je een Mercado Central. Dat is een overdekte voedingsbar waar je dagelijks verse producten kunt kopen. Na het shoppen kun je genieten op het centrale terras van een café Americano of een cortado. Villajoyosa heeft een belangrijke zeevaarttraditie. Het is natuurlijk een vissersdorp in oorsprong. En de gekleurde huizen op de dijk waren het herkenningspunt voor de vissers. Dagelijks varen er nu nog vissers uit en bij hun terugkomst rond 17 uur kan je nog dagelijks verse vis kopen hier aan de haven. Hier kan je ook een bootje huren of een jetski om met vrienden of familie van een dagje op zee te genieten. Locatie kent vele facetten en het is de combinatie van alle facetten die Villajoyosa en ons project zo bijzonder maakt. Heel interessant in Villajoyosa zijn de verschillende tramhaltes. Deze tramlijn loopt van Alicante tot Denia en stopt aan elke kustplaats. Mensen die houden van shoppen kunnen zich volop uitleven in het winkelcentrum van La Marina. Op slechts 10 minuten rijden van Villajoyosa. In de omgeving zijn er ook tal van grote winkelketens, zoals Carrefour, Mercadona, Decathlon en de Mediamarkt. Op korte afstand van Villajoyosa zijn er twee golfterreinen. De Puig Campana Golf met een golfterrein van 9 holes en deze prachtige Villa Aitana Golf met maar liefst twee golfterreinen van 18 holes. Kijk Jeroen, wat vind jij van deze prachtige plek? Super! Wel, op 200 meter van deze plek lanceren wij ons nieuw project Villa Lucentina. Park Mayadeta is recent nieuw aangelegd en je komt hier volledig tot rust. Villa Lucentina zal bestaan uit 29 luxe appartementen, gelegen op 200 meter van deze plek. Oh ja, de naam Villa Lucentina komt van Via Lucentina, de oude Romeinse weg die liep van Alicante tot aan de baai van Alon in Villajoyosa. Tot binnenkort in Villajoyosa. Hasta luego!